We gaan het hebben over deodoranten. Anne is er komen bijzitten. Anne, ik heb deze ochtend deo aangedaan. Daar ben jij nu misschien erg blij mee. Maar hoe komt dat eigenlijk dat als we gaan zweten, dat we dan wat gaan stinken? Wel, eigenlijk, zweet op zich ruikt niet. Het zijn de bacteriën die op de huid voorkomen die die typische zweetgeur veroorzaken. Wat kan je eraan doen? Wel, wassen met water en zeep. Ofwel deodorants of antitranspiranten gebruiken. Deo's of antitranspiranten? Er is een verschil tussen de twee? Ja, inderdaad. Bij deodoranten staat heel duidelijk op de verpakking deo spray. Zij gaan alleen maar de geur maskeren. Mm-hmm. Bij antitranspiranten vind je duidelijk op de verpakking antitranspirant of antiperspirant. Zij gaan de geur maskeren, maar ze gaan ook de zweetproductie verminderen. En dit komt omdat op de ingrediëntenlijst aluminium voorkomt. Aluminium, is dat niet gevaarlijk? Ik heb eens ergens gelezen dat dat borstkanker kan veroorzaken. Wel, aluminium in een hoge dosis is zeker toxisch. Maar hier komt het voor in een lage dosis en we brengen het op de huid aan. Dus het komt ook niet binnen in de huid. Het Comité voor Consumentenveiligheid heeft dat heel goed bestudeerd, heeft alle studies bekeken en heeft besloten dat aluminium veilig is. Dus geen reden tot paniek. Het enige wat we eigenlijk wel afraden is dat we geen deodorant of antitranspirant gaan gebruiken als je een wondje hebt of als je huid geïrriteerd is of als je net na het epileren. Oké. We hebben die getest. Hoe doen we dat juist? Wel, voor de deodoranttest hebben we echt de geur getest. Hebben getest of dat er voor en na het gebruik van deo's of antitranspiranten minder zweetgeur is. Bij de antitranspiranten hebben echt gewogen of dat er minder zweet geproduceerd was na het gebruik van antitranspiranten. Dus dat zijn effectief mensen die gaan ruiken of ze zweet ruiken? Ja, dat zijn dus echt drie experts die onafhankelijk dit werk doen. Oké, ik ga naar de winkel. Daar staat een heel rek met deo's en antitranspiranten voor mij. Welke moet ik dan kiezen? Ja, dat hangt eigenlijk een beetje af van uw persoonlijk gebruik. Zweet je eigenlijk weinig, kan je ook zeggen, ik gebruik dat niet. Okay. Zweet je een klein beetje of wil je echt aluminium vermijden, dan kan je gerust deodorants gebruiken, want dat gaat de geur maskeren. Mm-hmm. Maar als je echt redelijk veel zweet en het is hinderlijk, dan ga je het best gebaat zijn bij antitranspiranten. Mm-hmm. Ja, we hebben ook zo van die kleintjes, van die rollers. Is dat een optie? Kan ik dat kiezen? Ook dit is eigenlijk persoonlijk. Bij een spray ga je spuiten en gaat dat een beetje meer een verfrissend gevoel geven. Maar als je spuit, gaat er ook wel wat verloren en kan je partikels inademen, wat we dan meer afraden. Terwijl bij een roller ga je een crème aanbrengen. Dit kan misschien wel een beetje plakkerig zijn. Sommige mensen vinden dat misschien niet leuk. Maar ja, je gaat minder verliezen. Je kan er eigenlijk wel langer mee doen dan met een spray. Ja, je hebt ook van die sprays waar dan op staat dat ze geen vlekken geven. Klopt dat? Goh, dat is eigenlijk een beetje een marketingtruc. We hebben gezien dat er zijn met of zonder vlekken, dat die even goed zijn. We zien bijvoorbeeld bij de antitranspirante mannen dat bijna al die producten vlekken achterlaten op de kledij. Gelukkig wel, als je ze de kledij wast, dan zijn de vlekken eruit. Mm-hmm. Oké, ik heb dan gekozen een deo-spray, een roller, antitranspirant. Dat maakt dus niet zo heel veel uit. Moet ik dan een dure van een merk kopen of mag dat ook een goedkope zijn? Wel, uit onze test blijkt dat je eigenlijk al voor weinig geld een goede deodorant of antitranspirant kan kopen in de supermarkt. En dat zelfs de duurdere producten zoals Zwitsal of Axideo eigenlijk soms wel slechte resultaten geven dan de goedkopere producten. Dankjewel, Anne. Wil jij ook alle resultaten van onze test nakijken? Dan kan dat via deze link. We'll be right back.